super leuk dat je kijkt naar deze video. Mocht je mijn kanaal nog niet kennen, dan welkom op mijn kanaal. Op dit kanaal vind je video's over bijvoorbeeld veganisme, minimalisme en mindfulness. Maar eigenlijk alles wat ik leuk vind. Dus mocht je dat niet willen missen, abonneer je dan eventjes op mijn kanaal. En mocht je weer terug zijn bij een nieuwe video als abonnee, super leuk dat je weer kijkt. In deze video wil ik het graag hebben over het creëren van een gezond eetpatroon voor jouw lichaam. Ik ben hier zelf ook al een hele tijd mee bezig. En hoewel ik er nog niet helemaal ben, heb ik wel al een heleboel tips om met je te delen. En ik heb er ook al heel vaak iets over gedeeld op Instagram. En dan krijg ik heel vaak berichtjes van jullie. Dat jullie geïnteresseerd zijn in, oké, ja, hoe doe je dat dan precies? En waar kan ik op letten? Dus daar wil ik je met deze video mee helpen. Nu is het zo dat ik bij deze video ook een artikel heb geschreven. Dus mocht je er nog wat meer over willen lezen, kijk dan ook eventjes zeker naar dat artikel. Ik zal hem eventjes in de beschrijving linken en in het i'tje. Ik weet niet precies aan welke kant die komt. Maar dan kun je daar ook eventjes meer over lezen. Ik denk dat het wel goed is om eerst even uit te leggen wat ik dan precies bedoel met een gezond eetpatroon. En dan is ook echt voor jouw lichaam. Het gaat hier bij mij niet over het algemeen over wat ik denk wat gezond is of wat niet. Maar echt over wat voor jou gezond is. En dat is iets wat je zelf moet uitvinden. Je kunt namelijk wel een dieet van internet trekken. Maar dat wil niet zeggen dat dat dieet dan ook specifiek voor jouw lichaam werkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gluten. Sommige mensen kunnen daar absoluut niet tegen. Terwijl andere mensen daar helemaal geen problemen mee hebben. Nou, dat is dan duidelijk. Maar bijvoorbeeld ook spinazie. Daar verwacht je misschien niet van dat je daarop kunt reageren. Maar iedereen schijnt zo zijn intoleranties te hebben. En stel dat je last hebt van puistjes. Ik ken ook iemand die last krijgt van puistjes door het eten van tomaat. Nou, dat zijn maar dingen die je net moet weten. En als je op zoek gaat naar wat voor jouw lichaam dan werkt, dan is dat gewoon echt heel goed voor je gezondheid. Omdat jij eten eet wat jouw lichaam ook echt voedt en niet schaadt. Ik heb ook in het artikel geschreven dat als je bijvoorbeeld iets gezonds neemt als spinazie, dat is in principe gezond. Maar als je er niet tegen kunt, dan is het ongezond voor je. En alle ziektes die beginnen in de darmen, tenminste, voor zover ik weet en ook wel geloof dat het zo werkt. Natuurlijk zijn er heel veel dingen die meespelen, maar je darmen zijn eigenlijk een soort van je tweede hersenen. Sommigen zeggen zelfs dat het de eerste hersenen zijn en dat daar echt heel veel speelt. Het is ook niet voor niks dat je, als je stress hebt, dat je ook vaak buikpijn hebt of iets dergelijks. Maar als je dus jouw darmen schaadt met voeding waar je eigenlijk niet tegen kunt, dan is dat per definitie slecht voor je gezondheid. En het geldt dus sowieso wel over specifieke voedingsmiddelen, dus zoals bijvoorbeeld spinazie of tomaat. Maar het kan ook zijn met bepaalde diëten. Ik ben absoluut geen fan van diëten, dus vandaar dat ik het ook eetpatroon noem. Het gaat voor mij iets om de lange termijn en wat je dus ook echt voor jouw lichaam uitzoekt dat voor jou werkt. Maar het gaat daarnaast ook om bijvoorbeeld de ratio's die je aanhoudt. Sommige mensen die houden van heel veel koolhydraten. Sommige mensen houden juist van heel veel eiwitten en gezonde vetten. Ik kan er geen verdere uitspraak over doen van wat nou gezond is. Want dat is dus voor iedereen anders. Maar dat is iets wat je zelf aan mag gaan voelen en gaan uitzoeken. Ik zie een spin lopen. Nu vermoed ik dat je deze video kijkt of interessant vindt omdat je wellicht klachten hebt. Ik weet dat heel veel van mijn Instagram-volgers die mij berichtjes sturen zelf ook met klachten zitten. En ook klachten die bij mij terugkomen. Dus vandaar dat ik het toch even wil delen, dan heb je een beetje een idee. En wellicht haal je daar ook inspiratie uit of zie je wat verbanden terug. Of denk je, hé, daar heb ik ook last van. Misschien moet ik toch ook eens kijken wat voor mijn lichaam werkt. Bij mij is er dus sprake van puistjes. Dat is voor mij de hoofdreden geweest om iets te gaan doen. Maar ook zwakke nagels van die velletjes erop. En gewoon ja, dat ze maar niet lang wilden worden. Ook haaruitval. En daardoor heb ik ook best wel dunne haren. Maar ze worden nu al veel dikker. Maar daar kan ik dadelijk ook nog wat meer over vertellen. Verder een onrustige buik en after lunch dips. Ik hoef maar het minst of geringste. Dat wordt mijn buik echt al helemaal upset. Opgeblazen gevoel heel gauw. En die after lunch dips is bijvoorbeeld als ik te veel carbs eet. Of vooral in de ochtend ook begin met carbs. En dan eet ik echt al de gezonde carbs. Maar daaraan merk je gewoon dat er iets niet helemaal goed zit. Ik zat dan echt gewoon half slapend voor mijn computer. Moeilijk mijn ogen niet meer kunnen openhouden. En dat is ook gewoon een teken dat er iets niet helemaal goed is in je lichaam. En verder nog heftige menstruaties. En dat uitte zich bij mij in hevig bloedverlies, maar ook in pijn. Niet altijd, maar het speelt best wel vaak. Redelijk recent ook nog. Dus dat is voor mij wel een teken van, hey, ik moet nu echt wel wat doen. Want als ik niks doe, dan wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. Ik ben inmiddels ook niet meer aan de pil, maar dat zijn allemaal andere dingen weer. Ik kan er heel veel over vertellen.
Maar wat ik dan ook nog heb is een onregelmatige cyclus. Dat zijn allemaal dingen bij elkaar. En waar sommige mensen dan heel makkelijk zeggen van ja, maar die puistjes, dat is niet zo erg. Leg je daar gewoon bij neer. Zie ik inmiddels dat dat niet waar is. Het zijn niet zomaar puistjes. Jouw lichaam uit gewoon door middel van je huid. Hey, er is iets mis. Het is een teken dat je ergens disbalans hebt en dat je iets moet gaan doen. Ik kan er hier nog heel veel over vertellen, maar dan wordt de video wel heel erg lang. Dus het is tijd om te kijken naar de tips die ik je kan meegeven vanuit mijn eigen ervaring. Met stip op nummer 1 is dat houd een voedingsdagboek bij. En dat heeft mij ook heel erg geholpen. En het is vooral belangrijk omdat je soms niet echt kunt beoordelen van oké, waar komt het nu vandaan? Stel dat je dus niet tegen spinazie kunt en je eet dat een keer. Maar je denkt eigenlijk dat het misschien ook wel aan de hoeveelheid suikers lag die je die dag at. Dan kun je dat lastig beoordelen. Maar als je nou vaker spinazie eet en je ziet dat steeds meer terugkomen, dan kun je op een gegeven moment patronen in gaan zien. En dat heb ik zelf bijvoorbeeld bij soja heel erg gezien doordat ik een voedingsdagboek heb bijgehouden. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat je gelijk op dezelfde dag klachten krijgt. Een opgeblazen buik na de maaltijd is vrij logisch van oké, dat ligt misschien aan de voeding die ik net op heb. Maar ik krijg bijvoorbeeld van soja onderhuidsontstekingen en die komen eigenlijk pas 3 dagen nadat ik het gegeten heb. En dat is iets wat ik ben gaan inzien door zo'n voedingsdagboek. Dus dat is echt wel iets om te doen. En houd dan ook gewoon bij hoe je cyclus is, hoe je je voelt, hoe je huid is, hoe je ontlasting was. Dat zijn dingen die je echt allemaal eens moet noteren, zodat je een idee krijgt van hé, wat speelt er? Tip nummer 2 is doe onderzoek naar je klachten. En het is natuurlijk wel lastig, het is een beetje tricky, want als je gaat googlen dan heb je meteen het allerergste. Maar je kunt wel echt heel veel leren via internet ook. En zeker als je heel veel bronnen leest en kijkt waar komen die bronnen vandaan, dan kun je wel een beetje achterhalen of het klopt of niet. En dan is het nog steeds belangrijk om naar je eigen lichaam te luisteren. Er zijn genoeg mensen die wel tegen soja kunnen. Bij mij gaat het gewoon niet goed. Dus vandaar dat het zo belangrijk is om uit te kijken wat voor jou werkt. Maar door zelf onderzoek te doen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel YouTube video's gekeken over meiden die last hadden van puistjes. Wat waren hun oorzaken? Wat hebben zij gedaan? En zo heb ik echt heel veel geleerd. En je kunt natuurlijk ook boeken lezen. Er zijn heel veel boeken die geschreven zijn. Ook over hormonen, over darmen, over de huid. Ik heb er een aantal gelinkt in het artikel over deze video. Dus dat zou ik ook zeker even kijken. Tip nummer 3 is luisteren zonder oordeel. En ook deze is heel belangrijk. Want als jij al de insteek hebt dat jij van soja puistjes krijgt. Omdat ik dat toevallig heb. Dan is de kans ook heel groot dat dat ook gewoon gaat manifesteren als het ware. Dat is misschien iets meer de spirituele manier. Maar dat is hetzelfde met het placebo effect. Mensen die een pilletje krijgen waar eigenlijk niks in zit. Dat zij dan denken dat het werkt. Want ze nemen een pilletje. Dus luisteren zonder oordeel is heel erg belangrijk. Als je echt wilt weten wat nou van invloed is en wat niet. Het zou zonde zijn als jij bijvoorbeeld geen spinazie meer gaat eten. Omdat je vermoedt dat het van spinazie komt. Terwijl het misschien wel van tomaat komt te bewijzen van. Ja, dat is dan ook heel erg jammer als je dat dan niet meer eet. Want variatie is natuurlijk wel gewoon belangrijk. En met luisteren zonder oordeel bedoel ik eigenlijk ook wel luisteren naar anderen zonder oordeel. Ik heb altijd heel open gepraat over mijn puistjes en dat ik dat zo vervelend vond. En daardoor kreeg ik zoveel tips van andere mensen en daar heb ik altijd heel veel aan gehad. Ik heb niet gelijk alles bij mij geprobeerd, want je moet eigenlijk nooit 3 dingen tegelijk proberen, want dan weet je ook niet wat werkt. Maar je kunt uiteindelijk wel eens denken van, goh, diegene had het over tea tree op puistjes doen. Ik ben er zelf geen fan van, maar misschien helpt het voor jou wel. Dat zijn allemaal dingen die je van andere mensen kunt leren en zonder oordeel aan kunt nemen en eens kunt kijken wat jij er zelf mee wilt doen. Tip 4 is doe rustig aan en ik weet hoe moeilijk het kan zijn om geduldig te zijn. Maar als je echt problemen hebt met bijvoorbeeld je cyclus zoals ik, dan kun je niet binnen een week een verandering zien. Want je bent ook niet meteen ongesteld of iets dergelijks. Dus dat gaat, ja, soms gaan er gewoon maanden overheen. Wat je wel redelijk snel kunt zien is natuurlijk of iets invloed heeft op je huid of niet. Dus dat is wel makkelijk te meten. Ik zie bijvoorbeeld als ik dus geen soja eet, dan zie ik heel snel resultaat. Maar er zijn dus heel veel dingen waar je dus echt geduld voor moet hebben en sowieso moet je lijf ook altijd even wennen aan dingen. Dus het is echt belangrijk om jezelf de tijd daarvoor te geven. Zeker ook als jij dingen heel veel snel en eigenlijk gehaast wilt gaan doen. Dan geeft het ook alleen maar weer stress. En ja, stress zorgt ook weer voor gezondheidsproblemen. Dus dat is nergens goed voor. Tip nummer 5 is om het gewoon eens te laten testen. Ik denk namelijk dat je heel veel zelf wel kunt beoordelen. Maar het kan lastig zijn. Want stel dat als ik de voorbeelden er weer bij neem. Spinazie, tomaat en soja. Stel dat je nou intolerant bent voor alle 3. Dat zou zomaar kunnen.
dan is het heel lastig om te beoordelen of het ze alle drie zijn en waar het nou vandaan komt. En ik noemde ook al in het artikel dat stel je eet een salade met champignons en maïs, tomaat, komkommer, allerlei dingen samen. Omdat je dat gewoon zo lekker vindt, ja, beoordeel dan nog maar eens welk ding bij jou heeft gezorgd voor klachten. Je kunt bijvoorbeeld gewoon naar de dokter gaan om je bloed te laten testen, maar er komt niet altijd iets uit. En de dokter werkt daar volgens mij ook niet altijd heel goed aan mee. Maar er zijn verschillende testen, daar moet je maar eens op zoeken, voedselintolerantietest, zodat je eens kunt kijken waar jij op reageert. Ik heb zelf wel eens een test gedaan volgens de bioresonantietechniek, maar ik ben nog niet helemaal eruit of dat ook echt bij mij zo klopt. Ik loop op dit moment bij een hormoontherapeut en zij is er niet zo fan van, omdat zij zo'n apparaat gehad heeft. Maar uiteindelijk deed ze dan een echte voedingstest en daaruit bleek dat het niet helemaal overeen kwam. Dus ja, ik wil daar zelf niet per se aanraden om dat te doen. Maar ja, wellicht spreekt het je wel aan. Je kunt het altijd proberen. Maar er zijn dus verschillende technieken om dat te doen. Maar je kunt het ook gewoon via de dokter doen. Tip nummer 6 is gewoon hulp inschakelen als je er zelf niet uitkomt. Wat ik dus absoluut niet wil zeggen is dat je geen hulp mag zoeken. En dat je alles maar zelf uit moet zoeken. Dat is gewoon echt niet het geval. Maar ik denk wel dat het heel goed is om in zo'n voedingsdagboek bij te houden. Want stel dat je dan naar de dokter gaat, dan kun je ook goed uitleggen wat je nou ervaart en wanneer je dat ervaart en wat je daarmee zou willen doen. Maar als je dus gewoon niet zelf uitkomt, schakel dan gerust de hulp in van of de dokter of een diëtiste. Of je kunt het tot alternatieven zoeken door bijvoorbeeld een orthomoleculair therapeut, als ik het goed uitspreek, mesoloog. Je hebt allerlei dingen waar je naartoe zou kunnen. Zelf loop ik op dit moment bij een hormoon/darmtherapeut. Dus dat zou je ook kunnen proberen als je het idee hebt dat je bij de dokter dan niet helemaal uitkomt. Tip nummer 7 is om jouw maaltijden lekker simpel te houden. En ik moet zeggen dat ik hier sowieso wel erg van ben. Zeker als minimalist zijnde. Ik hou het gewoon heel erg van simpele maaltijden. En uiteindelijk is dat ook best wel makkelijk voor je lijf om te verteren. Maar zeker als je aan het uitzoeken bent wat nou voor jouw lichaam zo moeilijk is om te verteren. Of waar je klachten van krijgt. Stel dat je eczeem krijgt van melk, maar je gebruikt en yoghurt met noten en fruit. Misschien ben je wel allergisch voor één soort fruit. Misschien is het wel die yoghurt, die zuivel. Of zijn het noten, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe meer dingen jij samenvoegt in één maaltijd, hoe lastiger het beoordelen wordt waar je op reageert. Dus vandaar dat het goed kan zijn om eventueel tijdelijk simpele maaltijden aan te houden. Maar ik heb eigenlijk altijd wel simpele maaltijden. Ik hou het gewoon niet van al te ingewikkeld. De laatste tip, tip nummer 8, is ga op zoek naar nieuwe recepten volgens jouw nieuwe eetpatroon. Ik weet zelf hoe vermoeiend het kan zijn en hoe lastig het soms kan zijn als je zoveel rekening moet houden met wat wel of niet werkt. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje gluten niet gegeten om te kijken wat dat zou doen. Soja mijt ik en je krijgt dan vaak als veganist door, maar jij kan toch alleen maar soja eten? Wat kun je dan eten? Dus het kan best wel vervelend zijn op een gegeven moment dat je echt moe van wordt, dat het zo moeilijk in elkaar steekt. Maar uiteindelijk is het beter voor je en zul je ook beter voelen. En er zijn eigenlijk altijd wel alternatieven. Als ik kijk naar mezelf, ik eet dus geen soja, maar ik eet wel nog gewoon kikkererwten, linzen. Ik mag wel tempeh hebben, want dat is gefermenteerde soja, dus dat mag wel. En zo zijn er eigenlijk altijd wel dingen die je kunt oplossen. Ik mag zelf bijvoorbeeld ook volgens die bioresonantietest geen yoghurtculturen, omdat ik daar intolerant voor zou zijn. Ik heb dat ook wel nog eens geprobeerd en ik heb het idee dat ik daar toch puistjes van krijg. Ik wil het nu binnenkort nog eens gaan proberen. Maar als je dat dan door hebt en je denkt, hey, ik mag geen yoghurt meer eten, ga dan lekker op zoek naar andere recepten waar je wel ook gewoon heel blij van wordt. Zo leer je nieuwe dingen kennen en zo zorg je er ook voor dat je niet verveeld raakt en altijd weer wat lekkers kunt eten. Nu krijg ik ook best wel vaak de vraag wat ik dan zoal heb uitgevonden, omdat het misschien jullie inspireert om ook eens na te denken. En dat zijn eigenlijk manieren van eten, maar ook wat ik dan precies eet. En wat sowieso bij mij heel erg belangrijk is geweest, slash nog. Maar wat ik heb uitgevonden is mindful eten. Dus vandaar dat ik daar ook al een video over heb gemaakt. Omdat het zo belangrijk voor je is en dat ook al heel veel voor je darmen doet. Verder stressreductie, dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Dus ik doe veel aan meditatie, yoga en mindfulness. En wat verder ook heel erg belangrijk voor mij is geweest, en nog steeds, maar echt een goede verandering voor mij is geweest, is van 6 keer per dag naar 3 keer per dag eten. Omdat ik insulineresistentie heb, dus mijn lichaam is niet gevoelig voor insuline. En als ik 3 keer per dag eet in plaats van 6, dan stoor ik ten eerste mijn darmen veel minder. Want ik stopte mijn lichaam eigenlijk alleen maar vol als je 6 keer per dag eet. En nu eet ik maar 3 keer per dag, heeft mijn lijf tijd om te herstellen tot aan de volgende maaltijd. En zorg ik ook dat mijn bloedsuiker stabiel blijft. Nou, ik heb ook al wel eens een glutenintolerantietest gedaan, maar daar ben ik niet intolerant voor, gelukkig. Dus als ik echt een keer een uitzondering wil maken, dan doe ik dat ook gewoon buiten de deur bijvoorbeeld. Maar wat ik wel merk is dat ik
of van tarwe of van gluten, ik weet het niet helemaal zeker, een opgeblazen gevoel krijg en echt kortademig, dat ik echt daar last van krijg. En ik heb ook het idee dat ik daar de volgende dag ook een verstopte neus van heb. Dat zijn dus dingen waar je op kunt letten. Ik wil niet zeggen dat het ook zo voor jou geldt, maar dat zijn de dingen die ik heb ontdekt. Nou, als ik te veel aan geraffineerde suikers of verzadigde vetten eet, dan krijg ik daar sowieso een dip van, vooral van de suikers. Ik ben daar tegenwoordig heel gevoelig voor, omdat ik al niet zoveel suikers meer eet. Dus als ik een keer een super ongezond gebakje eet, dan voel ik dat ook gewoon aan mezelf. Maar ik zie daar uiteindelijk ook puistjes van terug. Voornamelijk hier zo, bij mijn wenkbrauwen. En ook wel op mijn voorhoofd. Maar dat zie ik gewoon altijd weer terug. En wat ik inmiddels ook weet is als ik tijdens mijn menstruatie te veel suikers eet. In combinatie met stress en niet genoeg slapen. Dan heb ik heel veel menstruatiepijn. Dus mocht je daar last van hebben, stop alsjeblieft met suiker. Nou, verder als ik dus te veel koolhydraten eet in de ochtend. Dat gaat bij mij gewoon absoluut niet goed. Dus ik zorg dat ik vooral veel gezonde eiwitten en gezonde vetten binnenkrijg. En wat bij mij ook echt een heel groot verschil heeft gemaakt. Ook voor mijn haren, ook voor mijn huid en voor mijn nagels. Is een jodiumsupplement nemen. Jodium zit eigenlijk in brood of zat. Maar dat zit er tegenwoordig volgens mij helemaal niet zoveel meer in. En ik eet ook niet zoveel brood. En dan krijg je vaak een tekort aan jodium. Heel veel mensen hebben dat, vermoed ik. Maar sinds ik dat dus neem, merk ik echt wel een degelijk verschil. Ook aan hoe mijn buik reageert. Nu is het dus niet zo dat je zomaar even dat supplement moet gaan nemen. Maar ja, misschien kun je eens bijhouden of laten prikken of je een tekort hebt. En dan zou je dat ook kunnen doen. En dan nog zoiets wat eigenlijk misschien heel klein lijkt, maar wat voor mij echt een grote verandering is geweest voor de gezondheid van mijn darmen, is mijn havermoutweken. Als ik dat niet deed, dan kreeg ik echt last van mijn buik en dat was echt niet grappig. Dus voortaan week ik het gewoon, al is het maar 2 uurtjes van tevoren, dat is al genoeg. Maar dat scheelt zoveel en dat is ook eigenlijk de reden dat ik geen granola meer eet, want dan is de havermout natuurlijk ook niet geweekt. Nou, en dan dus nog soja en yoghurt, wat ik in deze video al heb genoemd. Nou, en nadat ik deze dingen heb uitgevonden, ga ik me eigenlijk steeds beter voelen omdat ik gezondere darmen krijg en ook weer een betere huid daardoor. Mijn hormonen komen meer in balans, dus dat geeft ook weer betere energie en ook een minder heftige cyclus. En ik heb ook al het idee dat mijn cyclus net wat minder lang wordt, wat ook een goed ding is, want 42 dagen is echt veel te lang. Maar goed, dat is ook iets wat dus tijd in beslag neemt en ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat verlopen. Maar ik merk gewoon dat alle dingen die ik nu ben gaan doen, en heb uitgevonden door naar mijn lichaam te luisteren, die hebben echt al heel erg bijgedragen. Dus ik ben heel blij dat ik dit ben gaan doen. En vandaar dat ik dit dus ook zo promote op Instagram en op een blog. En dat ik dat gewoon graag wil meegeven. En hoe ik dus op dit moment weet dat ik goed bezig ben, is omdat mijn nagels veel sterker en langer zijn dan ze ooit geweest zijn. Ik heb niet meer van die velletjes erop. Ik heb veel minder haaruitval, waardoor mijn haar ook veel dikker is. En het valt ook fijner voor mijn gevoel. En mijn huid is echt stukken rustiger. En dat zijn allemaal dingen waaraan je een beetje kunt beoordelen van, hey, ga ik de goede kant op of niet? Nou, dat was weer een hele video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En natuurlijk dat je er wat aan hebt. Ook al heeft je maar misschien met 1 ding geïnspireerd, dan hoop ik in ieder geval dat dat al nut heeft gehad. Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust eventjes een mailtje of een berichtje via Instagram. Of natuurlijk een comment als je het niet erg vindt om het open te delen. Dan sta ik er altijd voor open om dat te antwoorden. Maar weet dus dat ik geen diëtiste ben, geen hormoontherapeut, niet. Maar ik kan er dan natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring daar misschien bij helpen. Ik ben heel benieuwd in hoeverre jij met jouw eetpatroon bezig bent om te zorgen dat het bij jou past als persoon zijnde. En ik hoop natuurlijk dat je je abonneert op mijn kanaal. Dat zou ik heel leuk vinden. En als je wat aan de video gehad hebt, doe dan eventjes een duimpje omhoog. Wil ik je weer bedanken voor het kijken naar deze video. En mocht je een topic hebben voor een volgende video, laat het dan ook zeker even weten. En hopelijk zie ik je snel terug. Doei! Thank you.